na de laatste reeks van deze recreant en de kwartfinales. Die zijn voor de boys van 8 jaar, 9 jaar en 10 jaar. Oké, Chiara de Visser die zit hier op plaatsje nummer 1. Maar wordt daar een schuur aan de scheuning gelegd door Febe de Klerk. Febe de Klerk die probeert er alles aan te doen om voorbij Chiara de Visser te vragen. Maar daar op plaatsje nummer 2, 3 gaan we knooien. Dan wordt toch Chiara de Visser op 1. En wie was die dan op plaatsje nummer 3? Dan heb ik even laten gaan. Kan ik niet zeggen.